Michiel, wij gaan vandaag een villa bouwen. Oké. Ik ga sowieso de mooiste bouwen zoals altijd. Ja, jij denkt altijd dat je de mooiste gaat bouwen. Maar ik heb enorm veel geoefend. Ik heb maanden geoefend voor deze bouwchallenge. En geloof mij, ik ga een mooiere villa bouwen. Nee, Mick, dat gaat je niet lukken. Dat gaat je nooit lukken. Oké, ik ga wel een enorm grote villa bouwen. En ik zou dat ook maar eens doen als ik jou was. Want we hebben allebei 15 minuten de tijd. 15 maar. 15 maar. Ja, maar dat is precies genoeg voor mij. Een enorm grote villa. Een enorm grote villa, ja. Oké, nou, ik ga het maar proberen dan, denk ik. Ja, is goed. Ik wens je heel veel succes, Giel. Ik wens vooral laten veel we beginnen. Succes. Ja, je bent al aan de goede kant. Yes, dames en heren. Maar, als je de titel goed hebt gelezen, gaan we vandaag vals spelen. Want een paar weken terug had Giel zeg maar ook met mij zo'n bouwchallenge gedaan. En toen had hij vals gespeeld. En toen ben ik een beetje gaan onderzoeken hoe hij dat heeft gedaan. En als het goed is, kan ik nu /space doen en dan hallo villa! Let's go! Ja, we hebben hier nu een enorm grote, moderne villa. Er is alleen nog één probleem. Hij is nog niet ingericht. Maar jongens, ik heb 15 minuten om alleen maar in te richten. Dus ik denk dat dit wel goed moet komen. Kijk, je hebt hier een mooie oprit, dus ik dacht, dan kunnen we misschien een mooie auto gaan maken. Dus hebben we even black concrete nodig. En we gaan natuurlijk een rode auto maken, want elke sportauto is altijd vaak rood. Dus dan willen we ook wat red concrete. En ik denk dat we niet eens super chique dingen hoeven te bouwen qua inrichting, want laten we heel eerlijk zijn, de villa alleen al heeft al best wel gewonnen met, zeg maar hoe de villa eruit ziet, heeft hij al mee gewonnen. Misschien kan ik dit steen. Dit steen vind ik een beetje lelijk trouwens. Wow, we hebben dus world edit en we kunnen dus echt heel erg cheaten. Dus kijk, ik doe nu even dit selecteren, zo. En dan selecteer ik deze hier. En dan doe ik /replace stone met yellow concrete. Kijk eens, hopsakee. En nu lijkt het al helemaal op een echte Mick villa. En misschien kan ik ook /replace. Hoe heet het die dingen ook weer? Ook planks. Met wat kunnen we dat doen? Wat is leuker? Stone bricks misschien? Even kijken, stone bricks. Kijk eens, ja, dat vind ik oprecht wel beter. Hoppakee. Nou, nu is de villa al helemaal af. Dat is helemaal top. Nu is het echt een hele mooie moderne villa. Oké, laten we even een mooie Ferrari hier op de oprit maken. We doen gewoon een hele simpele auto. Zo, doen we hier een wiel en hier een wiel. En dan bouwen we zo om deze wiel hierheen. Kijk eens aan. Oké, ik kan dus echt niet super goed bouwen. Hou daar rekening mee. Maar ik denk dat dit wel moet lukken. Even kijken. Doen we zo. Zo. En dan doen we dit. Boep, 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 boep. Wacht, we doen dit. Ja, zo. En zo. En dan gaan we hier gewoon weer terugbouwen. Kijk eens aan. Weet je, ik kan altijd zeggen, ja, we hadden maar een kwartier. Dus misschien is het niet super mooi, maar ja, we hadden maar een kwartier. Maar ik heb wel heel dit huis gebouwd. Nou, ik vind dit op zich wel een oké auto. We doen zo. Boom, boom, boom. Kijk, zo. Een hele mooie auto, denk ik. Dit kan nog weg. Zo, en dan doen we zo. Dit is echt een hele lelijke auto. Ik ga hem gewoon laten staan. Sorry jongens, ik heb nog nooit echt een auto gebouwd in Minecraft. Oké, dit moet ingericht worden. En dat is best wel nog wat werk. Maar dat gaat helemaal goed voor me. Dus hey, we pakken hier even wat slabs. Zodat we even een mooie bank kunnen maken. Ik bedoel stairs, sorry. En welk blok gaan wij hiervoor gebruiken? We hebben fucking een kwartier de tijd. Ik heb alle tijd, joh. Boeien. Zullen we Giel een beetje blij maken door middel van paars? Ik ga een beetje paars toevoegen. Dat vindt hij leuk. Oké, kijk eens aan. Dan doen we een beetje zo. En dan maken we een mooie grote paarse bank. Want ja, het is een villa. En mensen in een villa, die hebben een mooie grote paarse bank. Moeten we hem natuurlijk wel even groot maken. Zo, hopsakee. Als het goed is, klopt dit helemaal. Jazeker. En dan wil ik ook even een mooie tv erbij. Dan pakken we even deze light gray concrete. Die plaatsen we zo. Hopsakee. Doen we dit ook even. Kijk eens aan. En dan gaan we hier een mooie tv maken. Gewoon echt ook een mega tv natuurlijk. Kijk eens aan. Zo. Hoppa, hoppa, hoppa. Dit is wel een grote tv. Laten we heel eerlijk zijn. Dan moeten ook de music boxen erbij. Box, playbox, music box, jukebox bedoel ik. Nou, die plaatsen we dan ook zo er mooi op. Dat zijn zeg maar de speakers van de tv. En dan doen we deze hier nog zo erop. Hoppakee. Onze tv gaat gewoon tot het plafond, ouwe. Kijk hoe vet de tv. En om nog een beetje geel toe te voegen, gaan we hier van die yellow carpets, oftewel gele tapijtjes toevoegen. Ik denk dat ik dat sowieso door heel het huis gewoon ga doen. Zo, hoppakee. Kijk eens aan. Dat
voegt toch wel een beetje meer toe van, hey, dit is Mick zijn huis. Deze heeft hij helemaal zelf gebouwd. Nu merk ik één ding. Hoe kan ik naar de tweede verdieping komen? Oh, dit is trouwens de ingang. Ik dacht dat daar de ingang was. Ah, wacht. En hoe kan je nou naar de tweede verdieping komen? Moet ik dat zelf maken? Bart, hier op de tweede verdieping. Ja, ik denk dat ik dat zelf moet maken. Oké, dat maakt niet uit. Dat gaan we gewoon regelen. Pakken we hier die sters. Hou een beetje dat paars erin. Dat vindt Giel ook leuk. Dan gaat hij ook sneller zeggen, Mick, je hebt gewonnen. En dan gaat hij misschien niet denken van, heb jij niet gecheat, Mick? Heb je dit echt gebouwd? Want ik heb er paarse toegevoegd. Waarom zou ik dat niet bouwen voor hem? Kijk eens aan. Hoppakee. Dit mag ook weg. En dan voegen we zo een mooie paarse trap toe. Oké, en dan mixen we dat zo met deze blokken. Kijk, dan doen we dat ook met dat raam. Ik weet niet of dat mooi is, maar wat kan mij het verrotten? Kijk eens aan. Weet je wat het is? Ik heb nu al gewonnen. Dus alles wat ik nu nog extra doe, is alleen maar extra. Zo simpel is het. Kijk, we gaan dit ook gewoon lekker zo mooi toevoegen. Dat is best wel vet eigenlijk hoor. Gewoon een 3D raam hebben we eigenlijk nu gemaakt. Hier, dit mag ook nog zo mooi toegevoegd worden. Dit, hoppakee. En dan hebben we dit bij de trap zo gecreëerd om naar de tweede verdieping te gaan. En op de tweede verdieping ga ik denk ik even denken, want je hebt zelfs nog een derde verdieping volgens mij. Hebben we nog een derde? Ja, we hebben zelfs nog een derde verdieping. Hier gaan we denk ik de slaapkamer sowieso doen. Dan wil ik even hier ook een mooie ingang maken naar de slaapkamer toe. Laten we dat ook gelijk maken. Dan hebben we echt alles gelijk gemaakt. Zo, hoppakee. Ik hoop dat dit genoeg ruimte is. Hier nog twee trapjes. Hier weer twee trapjes. Dan is dit de weg naar de slaapkamer toe. Dat komt helemaal goed. Let's go. En doe weer diezelfde tactiek die we net ook deden. Maar dan met deze kwartsblokken. Kijk eens aan. Zo, hoppakee. Hier nog wat glas erbij. Hier doen we dat ook natuurlijk. Hoppakee. Kijk eens aan. En dan hebben we twee mooie trappen gemaakt. Die zaten daar heb ik eerst dus nog niet in. Oké, hierboven gaan we sowieso mijn slaapkamer doen. Want ja, boven slapen is natuurlijk het allerchillste. Dus we doen hier een bed zo. Hoppakee. Een mooi geel bed erbij. Kijk eens aan. Oké, die gele bed moet trouwens wel in het midden staan. Dat is deze, denk ik. Zo, boom, boom. En hoe kunnen we dat bed nog beter maken? Met die paarse sters misschien zo eromheen. Zo, wacht. Wacht. Die paarse slabs, die kunnen er mooi omheen. Ik wil juist door al dat paars toe te voegen, zodat, dat wil ik eigenlijk gewoon doen, zodat Giel niet denkt dat ik heb gecheat. Kijk, kijk. Zo. Oh, wat prachtig. En als ik er iets paars toevoeg, dan gaat Giel ook gewoon daadwerkelijk eerlijk zijn als hij het mooi vindt. Kijk, dat is aan. Dit is wel een mooie slaapkamer, toch? Dit is wel een heel gevaarlijk balkon, besef ik me nu. Laten we anders even wat geel glas erbij pakken. Om dit balkon iets minder gevaarlijk te maken. Of gaat er dat lelijk uitzien? Ja, ik denk het niet trouwens. Oké, dan voegen we hier gewoon even tussen de randjes zo'n mooi geel glas toe. Kijk eens aan. Dan hebben we tenminste niet zo'n super gevaarlijk balkon. Want anders val je er zoveel af. Kijk eens aan. Boom, boom, boom. Doen we hier nog een rijtje. Zo, hopsakee. En trouwens, aan de andere kant heb je daar ook een balkon? Anders moet ik daar wel precies hetzelfde doen. Ja, hier heb je ook een balkon. Oké, dan moet ik hier ook even dat glas plaatsen. Oké, dan hebben we dus nu op de benedenverdieping de woonkamer met televisie. De bovenste verdieping hebben we een slaapkamer. En dan moet ik nog op de middelste verdieping. Ik denk dat ik iets van een keuken ga maken, denk ik. Ik moet ook nog even iets toevoegen bij de slaapkamer, zodat het echt helemaal mooi af is. Ik heb wel een klein ideetje. Ik ga hier dat even zo doen. Dan doen we dit. Boom, boom, boom. Kijk eens aan. En dan willen we dat een beetje net zo breed maken als ons bad. Als ons bed bedoel ik. En dan gaan we hier een bad maken. Kijk, dan doen we water pakken. Hoppakee. En dan vullen we hier een mooi bad mee met water. Kijk eens aan. Nou, de slaapkamer vind ik wel af hoor. Oké, dan moeten we hier een keuken van maken. Zo, wat gaat dit een reusachtige keuken worden trouwens. Oké, furnace natuurlijk erbij. Plaatsen we hier zo. Hoppakee. Ik weet nooit echt hoe je een mooie keuken kan maken in Minecraft. En dan pakken we even wat iron blocks voor een koelkast, neem ik aan. Zo, en dan doen we ook wat buttons erbij om op de koelkast te doen, zodat die koelkast wat knoppen heeft. Kijk, zo, hoppakee. En dan kunnen we misschien hier één reusachtige tafel maken, denk ik. Nou, ik heb nu zo dat paarse thema erin, dat ik dat ook aan kan houden. Kijk, wacht. We hebben heel veel ruimte, dus laten we het iets verder doen. Zo, en dan doen we dit heel erg lang maken. Kijk eens aan. Die mag wel iets langer. Zo, voor al mijn vrienden. Ik heb zoveel vrienden. Kijk, zo, hoppakee. Bang, bang. En dan hier ook nog even zo, hoppakee. En dan gaan we hier allemaal mooie stoeltjes plaatsen. Kijk, 1, 2, 3, oh, 4, 5. Kijk eens aan. 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5. We hebben een tafel voor 5. Oké, nog even die finishing touches, want dat kan gewoon. Ik zie trouwens wel dat de tijd alweer bijna om is. Oké, we doen even mooi van die potjes op. En dan doen we even mooie gele zonnebloemen. Hoppakee, die gaat er zo. En hier nog eentje. Kijk eens aan, wat een prachtige keuken. Dat hebben wij gewoon. Oké, dan maken we hier nog, misschien kunnen we hier nog even een kampvuurtje zetten. Gewoon een kleine lounge, gewoon de mooie kampvuur lounge. Hoppakee, dat kan natuurlijk gewoon hier. En dan doen we zo daar een stoel, daar een stoel, daar een stoel, daar een stoel. Kijk eens aan, jongens, ik vind het al best wel vet aan het worden. Oké, we hebben nog tijd over. Laten we nog een kapstok maken. Zo, een kapstok hier zo erbij. Hoppakee. Zullen we niet 1 kapstok, maar 2 kapstokken? Want weet je, we hebben zo'n grote mega villa. Kijk, hoppakee. 2 kapstokken erbij. Waarom ook niet? En ik vind dat dit huis nog 1 ding mist. En dat is eigenlijk een mooi zwembad. En ik dacht, die kan ik hier wel even zelf creëren. Dus ik pak weer even onze geweldige world editor bij. En dan doen we even zo. //set water. Bang, bang. En dan vullen we dit in principe gewoon met hetzelfde als we hier hebben. Dus dan doen we het zo. En dan pakken we deze ook. Kijk eens aan. En dan maken we hier op. Wacht. Dan doen we hier even dit. Zo. Kijk eens. En dan maken we hier nog zo'n mooie duikplank op. Zo. Kijk eens aan. Een mooie duikplank. En om het echt een villa te maken, dacht ik, ik ga er diamond blocks bij pakken. Let's go. En die vervangen we. Wacht. Waarom doe ik het moeilijk? Ik kan ook gewoon letterlijk dit doen. Ik vervang gewoon dit dirt door diamond blocks. //set diamond block. Boom. En dit dirt ook door diamond blocks veranderen. Boom. Kijk, dan hebben we gewoon een diamond zwembad. Let's go. Dat moest er nog wel even bij. Ik vind alles eigenlijk best wel goed gelukt. Behalve hoe noem je het? Behalve de auto. Die is eigenlijk het meest mislukt. En ik besef me nu dat we hier nog een kamer zelfs hebben. Wacht eens even. Oké, wacht. Hier kunnen we wel wat cools doen. Hier hebben we nog een hele kamer. Wajo. Hoe kunnen we dit cool doen? Even kijken. Kan ik hier niet op een manier een geheime deur maken of zo? Ik heb geen flauw idee. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon dit doen. Kijk eens aan. En dan doen we zo. En dan doen we hier hoe kan ik hier een mooie geheime deur maken? Ik heb een idee. Kan dat niet? Kan dat? Dat kan toch? Doen we gewoon een gele banner. Kan ik dat niet zo eraan hangen? Ja. Oké. En als ik dan zo doe... Kijk, ja, daar hebben we een coole geheime ingang. En dan gaan we hier gewoon allemaal diamonds zeggen. Want dit is gewoon mijn kluis. Ja, en mijn kluis is best wel zichtbaar. Want er zijn allemaal lampen, besef ik me nu. En ik kan trouwens iets heel cools doen. Let op. Dit is echt next level. /br/sphere/diamond block 1. Boom. En dan doe ik zo. Bang. Bang. Kijk. Boom. Ik add die diamonds. Let's go. Oké. Dit is wel goed. Oké. Voordat ik het dadelijk iets verkeerd doe. Oké. En als je dan zo doet. En zie je dat dan ook van de buitenkant? Volgens mij. Maar misschien als ik nog eventjes. Maar kan ik ook echt gewoon hier doorheen? Ja, dat kan. Oké, als ik dan echt zo doe, dan kan je het volgens mij ook echt niet zien. Oh nee. Ik maak alles kapot. Hier alweer. Oké, kijk zo. Kijk, zo. Ja dan. Ja, nou valt het ook op zich niet echt op. Oké, top. Ik zie ook dat de 15 minuten voorbij zijn. Ik ben op zich best wel tevreden over deze villa. Ik vind het wel een van mijn beste dingen die ik ooit gebouwd heb. Ik heb totaal niet gecheat hoor. Nee. Laten we kijken wat Giel heeft gebouwd in 15 minuten. Oké, Giel, ben je klaar? Ja, zeker. Ik ben er helemaal klaar voor. Oké, laten we eerst bij jou kijken, ja? Ja. Ik heb wel echt een prachtig huis gemaakt, hoop ik. Oh, lekker paars ook weer. Ja, tuurlijk. Ja, het moet natuurlijk wel een paars huis zijn, hè? Hier heb je een kwartier over gedaan. Ja, tuurlijk. Kijk dan hoe groot het is. Het heeft 3 verdiepingen helemaal ingericht. Oké. Nou ja, laten we eens gaan kijken. De eerste verdieping. Mooi, hè? Mooie keuken. Open haard. Ik vind het best wel lelijk, maar... Lelijk? Ja. Maar hoezo is dit in één keer lelijk? Ja, nou ja, ik dacht dat jij beter in bouwen was, maar... Leuk. Wat is de volgende verdieping? Nou, dit is mijn slaapkamer. Gadverdamme. Hier heb je helemaal niks staan. Maar dit is gewoon de open plek voor feestjes en zo in de slaapkamer. Hierboven dit ga je wel echt super gaaf vinden, denk ik. Okay. Want dit is namelijk jouw eigen... Leuk dat je eraan gedacht hebt, maar ik ga niet in deze villa wonen, hoor. Hoezo niet? Wat is dit? Ja, ik wist niet dat je zo slecht kon bouwen. Ik denk dat ik een betere tegenstander moet vinden. Zo slecht? Hoe bedoel je zo slecht? Kom maar even mee. Laten we even kijken bij mijn villa, ja? Ik heb al wat moois neergezet
vet, vind ik persoonlijk. Yo, wat heb jij gebouwd, man? Wat, ja. Wat is dit? Hoe heb jij zoveel kunnen bouwen in één keer? Ja, ik zeg toch, ik heb maanden geoefend, Giel. Maanden geoefend op deze villa? Ja, kijk, de auto had ik niet echt geoefend. Dit is mijn Ferrari. Ja, dat zie ik inderdaad. Yo, wat een grote huis, ja, is dit. Kom even hier, kom even hier. Moet even bijkomen, hoor. Ja, kijk, hier hebben we een zwembad met diamonds erin. Ja. Yo, dan ben je wel heel rijk. En een duikplank. Wee, let's go. Ja, zelfs een duikplank, Giel. Oeh, ja, okay, maar nou, hoe heb je dit gedaan, Mick? Dit is toch niet normaal? Wow. Ik heb ook 15 minuten de hele tijd gebouwd. Ik heb maanden geoefend, zeg ik toch. Oké, okay, hier hebben we de woonkamer. Kijk, ik heb paars toegevoegd in mijn huis. Speciaal voor jou. Oh, dankjewel, dankjewel. Ja, ja, mooie, mooie tv ook. Ja, mooie televisie. Hier hebben we mooie kapstokken. Zie je dat? Oh, ja, 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 ja. Kijk, een mooie paarse trap. Ja, ja, ja. Oké, oké. En dan kom je hierboven. Wow. Ja, vet, hè? Nou, dit is wel echt een hele mooie grote tafel. Ja, ik dacht ik al. Als ik het paars maak, dan is Giel tenminste eerlijker over. Ja, ja, dit is, ja, ik vind het echt mooi. Nee, maar ik vind het huis sowieso echt prachtig. Kijk, heb je hier zeg maar twee mooie balkonnetjes. Kan je zo aan je uitzicht kijken. Kijk eens aan. Oh ja, je zit op de andere balkon. Ja, twee balkonnetjes. Ja. Aan beide kanten. Hier een kleine chill lounge. Oké, okay, en kijk, dan kan je hier weer een verdieping omhoog. En dan hebben we hier een soort van badkamer. Met mijn bed. En kijk, kijk, kijk. Ja. Ook weer twee mooie balkonnetjes. Deze zijn wel een beetje gevaarlijk, dus pas op. Maar... Ja, 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 ik kijk uit. En een geheime kamer hebben we ook nog eens. Geheime kamer. Die zit toch niet achter deze gele banner, hè? Ja, met allemaal diamonds! Oh, yo! Oké. Okay. Ja. Mick, hoe heb je dit gebouwd? Het is zo groot. Je hebt zoveel ruimtes. Ah, ja. Ja, ik heb gewoon heel veel geoefend. Oké, nou, het zal wel dan als jij het zegt. Oké, nee, grapje, Giel. Ik heb vals gespeeld. Weet je nog dat jij had vals gespeeld? Nou, nu ik ook. Haha, nee. Let's go. Ik heb helemaal niks gedaan vandaag. Nee, ik heb lekker... Ja, ik heb het ingericht. Maar voor de rest heb ik helemaal niks gebouwd. Maar ik weet je nog dat jij had... Weet je nog dat jij had vals gespeeld? Ja, dit is je payback, bro. Oh, nee. Wil je nou de bouwvideo zien waarin Giel vals speelde? Klik dan snel op deze video. Ja, hier speelde Giel vals. En ik dacht toen van... Hey, ik moet hem terugpakken. Dat heb ik vandaag gedaan. Maar als je wilt zien hoe Giel aan het vals spelen is, klik dan snel op deze video. Heb je die video al gezien? Vergeet dan niet te abonneren op beide kanalen. En ik zeg, Mick out.